Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Beleefstad Appingedam. Welkom in de Rietshop. Ik heb een grote collectie wenskaarten. Agenda's, kalenders, kantoorartikelen. Achterin heb ik een heleboel boeken, zowel kinderboeken als ook volwassenen. Tijdschriften. En als je dan nog niks kunt vinden, heb ik ook nog cadeaukaarten waar je echt wel een hele leuke keuze uit kunt maken. De Rietshop, meer dan lezen alleen. De Rietshop vind je natuurlijk ook in Beleefstad Appingedam. Nou Wim, daar gaan we weer. Hè? De laatste paar dagen was het heel erg koud. Maar inmiddels is het weer lekker. Zijn we weer mensen. Rondje door de provincie. Het zijn rustige rondjes, maar wel heel leuk. Eigenlijk als het zo stil is, valt je veel meer op. Hè? Dan zie je veel meer dingen. Dan ben je veel meer aan het opletten op dingen die je wel ziet. En die zijn dan eigenlijk allemaal net even leuker. Dat is wel heel filosofisch. Hè? We gaan even naar Frankjes Tienstra. Dat wou ik even noemen. Frank Stienstra die heeft een erotische shop, maar geen seksshop meer zeggen hè, tegenwoordig. Die heeft een erotische shop in de Steentelstraat. En net als onze hoofdsponsor van Cop de Veur, Easy Toys, daar gaat heel goed mee. Hè? Die hebben de omzet verdubbeld, de online omzet in seksspeeltjes. Ja, mensen vervelen zich wat, hè? Dus die ontdekken elkaar weer eventjes. En ik ben heel benieuwd hoe dat bij Frank is. Of mensen ook naar de winkel gaan. Dat zou ik ook leuk voor hem vinden. We gaan even kijken. Ach ja, kijk hier. Dag mevrouw. Ziet er goed uit vandaag hoor. Oh, mijn god. Mooi, jong. Ja. Ook hier strenge regels natuurlijk. Nou ja, streng. Zoals moet, hè? Nee, zoals moet. Zoals moet. Ja. Hey, alles op. Ah. Zo, hoi. Deurbel. De deurbel. De deurbel. Hey, hoe gaat het met je? Rustig. Rustig? Ja. Ik hoor overal dat de erotische wereld aan het ontploffen is. Nou, valt wel mee hoor. Valt wel mee? Ja, eerder niet dan wel. Oh. Ja, het zal op internet wel zo wezen. Ja, maar precies. Want Easy Toys, dat EDC en Veendam, die gaan wel heel hard geloof ik, ja, online. Maar goed, zal wel. Ja. En jij, jij hebt gewoon, heb je nog mensen in de winkel? Nou ja, die mogen komen, die komen wel. Ja. 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 Dus, je was weer even onderweg? Ja, ik dacht ik moet eens eventjes weten hoe het bij jou is. Want ja, wat zijn dit? Ja. Oh, sokken. Het zijn gewoon sokken. Oh, niet gewoon sokken. Dat zijn wel... Nou ja, gewoon mooie kwaliteit sokken. Mooie special socks. Ja, leuk voor cadeau. Ja, leuke cadeautjes. Ja. Hey, wat gaat nog het hardst? Nou, op dit moment eigenlijk niks. Nee? Nee, het is gewoon heel rustig. Ja, is rustig. Ik ben bij elkaar open mag en... Ja, precies. Dan ben jij dicht geweest überhaupt? Nee, als het niet hoeft, dan blijf ik open. Ja. Ja. Ja, je hebt gelijk natuurlijk. Maar het is in de hele stad natuurlijk ontzettend rustig. Ja, en mensen gaan alleen heel gericht eventjes. Nou ja, het is zoals het is. Ja. En vrolijk verder. Je maakt en, nu wacht op de gemeente, hè, dat die uitkeert. Oh, heb je een aanvraag gedaan? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ik heb gewoon 90% minder. Ja. Dus, wat ik denk dat winkels, en of het nou een erotische winkel is, of een kledingwinkel, of wat voor winkel dan ook. Ja, ik heb het gewoon hetzelfde als de kledingwinkels. Mensen komen gewoon niet. Nee. Mensen zijn er niet. En, het is eventjes. Oh, maak je je zorgen of niet? Nee, ik kom gewoon weer terug. Ja. 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 Ja, zo is het ook. Ja. Ja, het is wel heel Gronings zoals jij erop reageert, maar zo is het natuurlijk wel. Ja, ik kan er ook niks aan veranderen. Nee. Dus, dan blijf ik het maar een beetje doen, hè. Ja. Ja, man. Nou, wat een gedonder, hè. Nee, maar je blijft wel open. Je gaat ook niet de deur op slot doen. Ja, tenzij ik moet. Ja, tenzij het echt... Tenzij ik moet. Ja. Maar ik verwacht het niet meer nu. Ik denk eerder dat er meer open gaat dan dicht. Ja. Nou, dat zou eigenlijk dat hoop ik ook tenminste. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar als er wat meer leven komt, dan krijg jij natuurlijk ook meer lopen te zijn. Ja, en laat de mensen maar weer een beetje de stad ingaan. Als iedereen zich aan de regels houdt, dan kan het voor mij geen probleem zijn. Maar goed. Nee. En houden mensen zich hier een beetje aan de regels?
Nou ja, als er niemand komt, gaat het wel goed. Maar zo erg is het eigenlijk. Er komt eigenlijk bijna niemand. Nee. Verveel je dan niet helemaal rot, jong? Nou, ik heb Netflix. Net als iedereen thuis. En, maar je wil gewoon echt open zijn? Gewoon uit principe of zo? Nou ja, je kan ook thuis gaan zitten. Nou, dan heb je zoiets van, oké, dan ben ik er niet. Nee. Nou ja, dan kan ik niet eens goed open zijn. Anders zit je thuis te vervelen en nou ja. En ik heb hier altijd wel een beetje wat te doen. Dus, Ja. Nou, ik wens je veel succes en sterkte en nou, zo. Dankjewel, Rob. En deur zetten, hè? Maar dat doe je wel, hè? Ja, ik heb geen keuze, hè? Ik doe mijn best. De broezen. Henk, dit moest bij jij moeten. Ja, moet je voorstellen. Ik kom regelmatig met de auto, rij ik hier langs van te boeren, familie te boeren, Groningen, rijd terug. En ik zat te kijken laat. Ik zag een auto staan. Ik zag, zie ik dat goed? De Keioloog. Keioloog, moet je voorstellen. Ach, hier. De Keioloog, dat is gewoon een straatmaker. Die noemt zich gewoon Keioloog. Ik vind het geweldig. Van wel eens deze auto, jongens. Van jullie? Wie van jullie is de Keioloog? Wie is de Keioloog? Geweldig. Dus hoe is professor Dr. Keioloog? Marco, mijn vriendjes. Marco. Je bent Marco. Ja. Marco, je moest ons even uitleggen. Ja. Hoe komt het bij zo'n naam? Ja, aardbolstofeerder. Wat zeg je? Hoe kom je erbij, Miel? Ach, gewoon. Nee, niet zomaar. Dat is ongelooflijk. Wat een naam voor een... Ik kom eigenlijk, mijn vader, waar ik ook wel al deed. En die kreeg toen een bord van zijn vroegere baas, Keioloog. En toen ben ik voor onszelf begonnen. Ik sta met mijn zwager en toen dacht van, hé, dat noemen. Ongelooflijk. Het is de vondst van de eeuw. Maar wij dachten van, nou, daar ligt een man met een brilletje op de neus. Een stropdasbeur. Een 3D kostuum. En ze heeft mijn straat. Maar die is gewoon de molle stroopmogen in het kiltje. Gewoon werk voor de cent, zeg maar. Ja, maar wel gewoon werk voor de cent, ja. Wat geweldig. Ik langs jongen, die verdikken me fantastisch. De Keioloog. En waar kom je vandaan in? Hoe Drenthe, Angs? Erika, Emmen. Erika, ja. Erika, ja. Er komt Betje Hendricks ook vandoor, Betje Hendricks. Daniel Lohus. Oh, Lohus, ook Daniel Lohus. Hey. Dat is ook een voetballer, hoor. Nee, maar flauw. Hier kom ik weg. Ja, hier kom ik weg. Alle dogen op meneer, joh, van de Erika hier naar touw. Je bent al in Poort ook bezig, hè? Ja. Ik ben ook nog een beetje. Serieus, jij, hoor. Ik zit al veel jaren hier in Groningen. Papa, wat een geweldig, ja. Ja, wij houden wel van hooggeleerde stratenmakers. Ja, dat is mooi, dat van Drenthe. Nou. We slimme mensen. Ja, slimme mensen, daar houden wij van. Hé, Marco, niet meer mooi. Ja, mooi. Veel succes met de wetenschappelijke werkzaamheden verder, hè. Jullie ook, hè. Mooi. Goed, hè. Yo, ja. De Keioloog. Geweldig. Ja, echt fantastisch. Jos Meijer, Miel. Ja. Toen komst u ten boer, helemaal naar Veendam. Ja. Het is hartje zomer en dan komst u een haard plaatsen. Even schoorsteentjes veen. Oh, schoorsteentjes veen doe je nu? Ja, moet ook door. Dus... Maar jij kunt gewoon doorwerken, denk ik, of niet? Ja. Op gepaste afstand kunnen wij gewoon rustig door. Ja. Geen enkel probleem. Hooguit vind je nog een verdwaalde Zwarte Piet. Maar dat is het dan ook. Als je die een beetje op afstand houdt, zit je goed. Ja, die moet wel op afstand blijven, ja. Maar dat lukt ook wel. Hebben ze hier veel schoorsteentjes? Schoorsteentjes zijn allemaal open haard tegenwoordig zeker? Nee, allemaal inbouw. Hier, dit was vroeger ook een open haard. Daar hebben we inzet haard ingezet. En dan voldoet dat weer aan de huidige norm. Wat veeg je dan nog? Het rookkanaal waar de boom hangt. Ja, precies. Vroeger had iedereen schoorsteen, maar ja, dat is natuurlijk al lang over. Ja, dat was vroeger. Toen hadden ze ook een hele andere pak na trouwens, Jos Miel. Ja, sorry. Doe kerst nu alles wezen. Maar vroeger hadden ze van die zwarte hoeden nog. Van die zwarte hoeden, ja, maar dat zit alleen maar in de weg. Ja, dat is natuurlijk dat is zo. Toch niet handig. En we komen bijna niet meer op dak, dus... Nee. Oh, je hoeft niet meer dak op? Nee. Dat doe je van onderaf? Wij proberen zoveel mogelijk vanaf onderaf. Veiligheid. Ja. En willen mensen je nog wel minder hebben? Wij bellen netjes van tevoren nemen op of er ook zorgen zijn, zeg maar, voor de... Ja. En dat valt mee? Tot nu toe. Ja, je moet hier en daar wel wat verschuiven. Maar, ja. Maar het is niet zo dat je geen werk meer hebt of... Nee. De weken zitten mooi vol. Nou, gelukkig man. Dus ja, dat is goed nieuws toch? Wij kunnen gewoon rustig door. Gelukkig. Nou,
Ik zeg, veeg al die schuursteen in de provincie, hè? Laat Henk nog maar in blazen. Ja, nee, dat komt nog goud. Wat is dan allemaal Bidi? Dit is tegenwoordig het moderne schoolstuk. Oh, de romantiek is eraf, zie ik. Hè? Ja, het is even naar binnen en de borstel erdoor en weer naar buiten. Zoals we vroeger zijn, erop, erin, eruit, eraf. Ja. Oké. Okay. Nou. Alleen dan droog. Ja, ja. Het liefst. Nou, ja. Anders stinkt dat zo. Hoi. Nou meneer. Komt u hier vaak? De bedoeling is één keer in de maand. Hoe is het met werk? Jij kunt gewoon doorwerken, denk ik, of niet? Gelukkig wel, ja. Ja. Achter bewaren. Doen we jou, hè? Ja, okay. Dat is 2 meter is dit, hè? Oké. Okay. Ja, ik kijk wel uit. Ik ook, ja. Ja, dat zal ook wel. Je kijkt natuurlijk ook wel uit. Maar je hebt, werk je voor jezelf? Nee. Oh, voor het bos. Ja. En iedereen kan doorwerken? Hij heeft er maar eentje, dus... Oh, hij heeft er maar één, dat ben jij. Ja. Dus, gelukkig heb ik weer. Ja. Ja. Oh, maar dat gaat allemaal wel goed dus. Ik hoop van wel, ja. Ja, iedereen nog gezond, ook thuis en zo? Nog wel, ja. Aftikken, hè? Ja. Ja, maak je je zorgen of niet? Ja, je houdt je wel bezig, hè? Ja. Houdt je wel bezig, ja. Beetje een rare wereld, hè? Ja, in de pandemie, hè? Ja. Dat zie ik je wel van. We zijn dichterbij. Ja. Ja. Ja, maar in de buitenlucht zit je volgens mij wel goed. In de bouw? In de buitenlucht. Oh, in de buitenlucht. Ja, jij hebt een goed beroep. Als je mensen een beetje op afstand houdt, kan er jou niet zoveel gebeuren. Nee, precies. Dat is verdorie. Het is wel de tijd van het jaar voor jou. Dit is de drukste tijd, denk ik, of niet? Ja, tot oktober, november, hè. Ja, het is nu vol. Tot de winter valt. Dat is afgelopen. Ja. Ja. Moet je dit hele stukje nog doen? Want, toch nog, hè. Oh. Morgen graag maaien. Oh, dan ben je toen nog wel even bezig. Ik ben bezig, ja. Gelukkig wel. Hou dat zo, jongen. Komt goed. Blijf gezond, hè. Zelf, hè? Mooi, hè? Oké, okay, uitgezond of niet? Ja, zeker. Bye bye. Grandioos Groningen. Grandioos? Ja. Grandioos. Oké, okay, je bent zo grandioos bezig, vind ik. Was de baard ook wel weer. Ah, dat ziet er toch goed uit. Oké, okay, dankjewel. Hey, mooi, hè? Yo, jij ook. In mijn eentje, Mark Valmy. In mijn eentje, Mark Valmy. In mijn eentje, Mark Valmy.